Welkom bij de Gouden 10. Elke week gaan we op zoek naar 10 topmomenten van Chris en Co. Vandaag de 10 lekkerste stukken. Om welke eet- en kookfragmenten hebt u de voorbije jaren het smakelijkst gelachen? Straffe kost op het menu dus, in de Gouden 10. Allee, vandaag. We zijn de sokken, hè? Op 10, Ronnie King. Lekker eten zal deze onverbeterlijke charmezanger worst wezen. Toch vroeg topregisseur Stijn Konings Ronnie als gezicht van een internationaal hamburgermerk. Als artiest ben ik nooit vies van een snelle app. Daarom, geef mij maar Abbe's Burgers. Kut, kut, kut. Ronnie, niet te zenuwachtig zijn. Het was al heel goed. Ja. Maar je moet eerst een burger uit doos kunnen halen. Niet een doosje bij. Moet er hem uithalen en dan... Oh, ja, en dan... Sorry Stijn, sorry, ik kom er nog op. Als artiest ben ik nooit vies van een snelle app. Daarom... Ronnie. Het was weer heel goed. Maar je moet pas bijten in de Habsburger na de zin. Daarom geef mij maar Habsburgers. Hè? Dus eerst... Je moet eerst voor de zin zeggen en dan pas bijten. Voilà. Oké, geen probleem Stijn. Als artiest ben ik nooit vies van een snelle app. Daarom, geef mij maar een lege doos. Er zit geen in. Als artiest ben ik nooit snel van een vieze hap. Kut. Ach, snel vieze snel. Smit, ik had omgedoen. Sorry, Stijn. Hap. Een Habsburger eet je rap. Kut. Honey, kunnen we wel bij het scenario blijven? Daarom, geef mij maar Habsburger. Habsburger? Wereldburger. Als regisseur ben ik nooit vies van een snelle hap. Daarom geef mij maar Habsburgers. Habsburger, wereldburger. Pico Bellenstein. Pico, voor goed. Als bij wonder kreeg Ronnie een tweede kans in een commercial voor heerlijke repen chocolade. Perfecto. Als je zo'n overheerlijke repen chocolade hebt gemaakt, dan wil je ze natuurlijk laten proeven. Hallo, dames. Ik heb een hele lekkere reep in mijn broek zitten. Gezellig. Ik zal er nog één gaan maken. Hallo, meneer. Ik heb een onwaarschijnlijke lekkere reep. Ik ook. Maurice. Het kan mij geen reep meer schelen. In de muziekwereld kan eten inspirerend werken. Ook Ronnie gaf hier een gouden tip tijdens een exclusief interview met zijn idool Willy Sommers. Hoe komt het voor, je bent een nummer aan het componeren, dat je op een bepaald moment volledig zonder dingen valt, inspiratie, en dat je vastzit. Is dat al gebeurd? Dat gebeurt. Ja, ik heb het ook gehad. Dus bij mijn dingen, mijn kaskraker alleen, heb ik het dus ook gehad dat ik zag dat ik volledig vast zat. Ik kwam dus echt wel vast als een stok. En ik heb dan een grote bokaal opgelegde pruimigheden. En dat moet zeggen, dat was ging vanzelf. In een nip en rip en het kwam er allemaal volledig uit. Maar goed. Voor dit de spuigaten uitloopt, snel naar Philippe Mars op nummer 9. Philippe is Algerisch voor alles wat eetbaar is. Dat zorgde voor opschudding in het kookprogramma waarin hij topchef Urbanus mocht assisteren. Dit is Komche hierbij. En zoals iedere week hebben we weer iemand uitgenodigd, een gewone Vlaming, om hier een keer lekker te komen eten. Ik heb hem al koud gezet. Ja, komt er maar in. Uw applaus voor Philippe Mars. Wat gaan we eigenlijk klaarmaken vandaag? Ah, wel, Philippe, speciaal voor u, hè, ben ik dus helemaal naar Italië gereden. Want ze hebben daar een Aldi met allemaal Belgische specialiteiten. De Naldino eet dat daar. En wat gaan we maken? We maken dus spaghetti alla fufolari. Spaghetti fufolari met gemalen kaas. Hè, spekblokjes, verse room en verse tuinkruiden. Meneer Saint-Urbain, dat zal niet gaan, vrees ik. Dat zal niet gaan. Ik ben namelijk toevallig Algerisch voor geraspte kaas en ook voor spekblokjes en ook voor verse tuinkruiden en voor room en ook voor spaghetti en ook voor... en alles wat uit Italië komt. Ah ja,
Ik krijg dan rode plekken hier en ook in mijn gezicht en zo. En dan roepen de kinderen aan mij, ballenkenskamp, ballenkenskamp, ballenkenskamp. En ik vind dat niet fijn. Ja, maar dat is niet erg hoor. Naar mij riepen ze vroeger, tettenkop, tettenkop. En dat kwam omdat dat vooraan op mijn t-shirt stond. Kus. Hygiënisch onverantwoord dat je daar staat. Ja, excuseer, zei u mij. En ik mag daar eigenlijk ook niet aan krabben, want kijk, als ik daar velletjes aftrek, zo, hey, dan komt er allemaal vocht uit en dan begint dat zo te lopen. Dat is geen probleem. We soppen dat wel op met een stukje brood. Oké. Okay. Ja, maar ja, is er dan iets waar dat je niet al geris aan zet? Kijk een keer in de frigo, hè. Zoek het zelf. Oh, een gebakje vol met stro. En een chocoflanel. Een kip? Ja, dat is nog dat. een echt burenkieken. Dat is nog een van voor de oorlog dat daarin zit. Ja, maar dat ga smaken, hè. Als ik dat ga gereed maken met patatten, met frieten, met kroketten, met puree, hè. Zo versierd, leg dat daar maar in dat kastrolletje. Ja. Zijn u bij, hè? Ik heb eigenlijk wel een probleem met kippen. Zijn er daar ook Algerisch aan, of? Nee, die kippen zijn Algerisch aan mij. Ekkes! Dat kieken staat hier op die tijdel vol rode plekken en eczema. Ook thuis is Philippe een slechte eter, zeker als het spinazie is. Zijn smeekbedes om van tafel te mogen nemen soms bijzonder muzikale vormen aan. Mama, ik geef het op, want mijn bordje ligt nog vol met die vieze hesperol. Plus niks van die rommel, ik wil marsepein en mokka, ijs, eclairs en chocola. Mama, ik wil alleen dessert en al de rest, daar moet ik niks van weten. Chocomousse, chocomousse en daarna nog een frisco. Moet dat echt niet weten, eerst die bord leeg eten. Zeg, uit de frigo. Wil een frisco. Uit de frigo. Wil een frisco en een grote cornetto. Een cornetto. Ik heb nog honger, mag ik nu echt niet. Ik ben nu moeder, binnen 1, 2, 3 vliegt je naar boven, het is fini. Alsjeblieft, mama lief, geef mij mijn gerief. We laten deze wel eens niet eens discussie voor wat ze is en reppen ons richting 8e plaats. Dames en heren, Jan Hoet. De kunstpaus vindt werkelijk alles kunst en dus zeker ook eten. Tijdens het proeven van de wijn geraakt hij bijna in transe. Ik proef een eerste vleug van overrijpe steenvruchten. Puntig, als een schilderij van Renoir in zijn blauwe periode. Met een frisse tinteling en een mooie ronde structuur. Alsof je de zuilen van de Universiteit van Gent zou inpakken met schelkens rauwe hesp. Geef van de grond, dat is een goed idee. Er gaan een volk naar komen kijken. Dan een aroma van het zuiden van de Verenigde Staten van Amerika aan het begin van de vorige eeuw. De geur van manueel geplukt katoen op een warme augustusdag. En de muziek van zwarte negers die onder een ongeluk zitten te spelen op een bluesgitaar. Dat is van een heel goed jaar, kamerad. Wat is dat eigenlijk? Dat is Coca-Cola, meneer. Ik vind dat goed. Doe maar een fles of twee. Of nee, wacht. Geet vis, hè. Hey, liever wit, hè. Doe er een flesje Sprite bij. Hopelijk kent hij meer van schilderkunst dan van wijn. Benieuwd wat Jan Hoet van het werk van deze jonge kunstenares vindt. Ik heb nog een paar ideeën uitgewerkt met olieverf. Op doek. Op doek? Op doek, maar meisje toch? Wie schildert tegenwoordig nu op doek? Allee. Doeken, hè, dat dient om je stof af te doen of om je neus te snijden. Maar jongens, wat... Jongen, dat is lelijk. En dat hier, wat is dat hier? Dat is interessant. Godverdomme, dat is zelfs goed. Wat is dat? Dat zijn mijn boterhammen. Heb je zelf gemaakt? Zelf gesmeerd met choco. Met boterhammen. Dat boterhammen, honger. Nee?
Choco. Nee, choco, zwart. Afrika. Afrika, honger. Nog meer honger. En mensen proberen de zwarte te onderdrukken. Je bent een... Ja, ik vind zeer veel vrouw daarvoor. Ja, dat komt van bij de bakker. Ja, maar ja, ik ben bereid. 100.000 frank, 200.000 frank, zeg het maar. Hè. Allee. Oh. 250.000 frank. Voilà, alstublieft. Dank u. Dat vind ik dus, dat vind ik nu echte kunst. Dat vind ik echte kunst. Die zilveren schijn en dan die glitterende flikkering van de showbiz. En dat in combinatie met die kleuren. De eenvoudige, sobere kleuren van natuurelementen, van natuurproducten. Maar werkelijk. Vind dat, en pas op, die boterhammen zijn echt, hè. Die zijn echt, hè. Maar die zijn nog lekker ook, hè. Fantastisch. Inpakken en wegwezen naar de 7e plaats. Hier hebben we een kenner van lekkere stukken, maar niet van het slag dat we vandaag zoeken. In de reality-reeks Klasseheren gaf hij een cursus etiketten voor jongelingen. Eddie Truijens. Oké, gaat coureurkes opgelet? Deze beer hier is van de witte producten. Je kunt het herkennen als een schitterende afdruk van aluminium. En we proeven even. Doe mij nou. De mislukte dynastie te versteten, die begonnen gewoon die deur asbakken vol te spieken. Vroeg me nagen even voor een kekenkot dat die opgegroeid zijn. Heb je daar gezien, Frans? Zegt schandalig. Enkel met zachte dwang krijg je Eddie in een restaurant. Maar een uitnodiging van Marlijne de Wouters kan niemand weigeren. Eddie, zie eens even hier. Dit is Marlijne de Wouters. Die is dus wel van adel, hè? Ja, en dan, ik zie Eddie, ik zie van Oudbouken. Ja. Jullie weten waarom jullie hier zijn? Wel, als ik het goed ver heb, dan mogen we vandaag eens komen fritten. Op een paar kosten. Nee, het gaat hier over etiketten. Etiketten? Hé, hey, ons killie, die weet er alles van. Ja. Die werkt in de koolrood. Hé, hey, etiketten plakken, zo, hier wat over. Ja, en ik vul dan ook nog de rekken aan. Ik vind het echt wel mega cool dat wij er zitten met Marlijne de Wouters in haar etiketten. Ik had hier veel liever gezeten met dingen met Veronique de Kokmuur dikke titten. Ja, ik heb al die etiketten vooral niet nodig, killie. Terwijl de ober het voorgerecht serveert, wil ik het met u even hebben over de houding aan tafel. Het past eigenlijk niet dat een dame rookt aan tafel. Oh, excuseer Marlijne de Wouters. Eddie, rookt jij dan maar verderop? Hoe, maar ik smoer ik toch niet? Eddie, je bent een viespeuk. Ja, Eddie, want beleefde mensen gebruiken hun eigen assenbak. Ja, beleefde mensen drinken ook steeds aan een glas met hun pink in de hoogte. Ja, zo ja, Marlijne de Wouters. Ik, boekje. We mogen een keer aan beginnen. Ja, Eddie, als je dat niet weet, gebruik dan mijn boek. Oh ja. Is slecht. Wat is dat? Escargots of slakjes? Slakken. Hoog eens eerste. Doe eens, dit kan zo niet langer. Stop met filmen. Zeg, excuseer maar, dan mag ik eens iets vragen. Stond er zo niets in aan een boek voor als je... Ja, als je nou eens hier eens serieus moet gaan lossen? Natuurlijk, Eddie. Volgens mijn boek, pagina 77, betaamt het om bij ongepaste geurtjes of geluiden je eventjes van de tafel te verwijderen, zodat niemand er last van heeft. Hij begint precies al meer manieren te leren, hè? De aanhouder wint. Bedankt voor deze originele invulling van het thema gastronomie. We gaan verder met de lekkere lijst. Op 6, de Limburgse rapper MC Joël. Hij verdient deze mooie stek voor zijn oprechte getuigenis over het fenomeen eetverslaving. Maar over mijn verslaving gaat wel ons nieuwste nummerke. En ik kan het nu wel toegeven, maar ik ben echt waar heel lang verslaafd geweest aan dingen, aan lekkere stukken. Waar ik nu een slot van ben, weg voor alle dagen. Is de enige stuf ter wereld waar ik mij mee begraai. Geen hash, geen wiet, geen kook, ik word alleen high.
Van Limburgse Vlaai, van Limburgse Vlaai, van Limburgse Vlaai. Ik ben eigenlijk al heel vroeg beginnen gebruiken van mijn 5e verjaardag. En dat is gewoon om erbij te horen. En dat begint in het begin met onschuldige stuf, wafeltjes en soldatenkoeken. Maar na een tijdje dan zegt hij, ja, ik wil eigenlijk harder. En dan begint je aan de brioche te zitten. En dan is dat ook niet meer genoeg. En dan voordat je het weet, je bent dan direct een echte junkie. Dan zit je de hele dag vlaai te vreten. En dat is de stepping stone theorie. En daarom zeggen wij... Just say no. Pas ik op de post speech, geloof op de raai. Ovi en Orbi. We hadden hem een pakket gestuurd met een British Airways. In plaats van dank u voor die bloemen, zei hij, ik ben blij. Die Limburgse vlaai. Kijk, die mannen die kunnen nu gewoon rustig naast mij zitten gebruiken. Hè? En dat doet me echt waar, dat doet me totaal niks meer. Je wel een stuk hebben, joh? Nee, echt waar. Nee. I say no. Ja, ik weet nu van mijn eigen dat ik eigenlijk onmiddellijk terug kan stoppen. Morgen gewoon opnieuw afkicken. Dus piece of cake. Kou. Zijn ze in 4 stukken, jong. 8 krijgen we nooit op. Wij krijgen er vandaag 10 op. En in de helft, op 5, vinden we Suzanne en Jacques de zwaargewichten van deze lijst. De alleseters krijgen professionele hulp in Je bent wat je eet. Ah, goeiedag. Ik ben Sonja en jij bent dan waarschijnlijk Suzanne en goeiedag. En dat is dan Jacques. Goeiedag, Jacques. Voilà, hier ben ik. Ah, dankjewel. Allee, kijk eens hier. Dit is wat jullie in 1 week tijd allemaal opeten. Het ziet er allemaal lekker uit. Kunnen we ijsbordjes halen, dan kunnen we direct erom beginnen. Dankjewel, VTM. Nee, Suzanneke, nee. Dat is nu juist uw probleem. En daarvoor ben ik hier, om u van die slechte eetgewoonten af te helpen. Goh, nou dacht ik dat we aan een wedstrijd gewonnen hadden of zo. Nee, Suzanneke. Maar allee, zit dat nu af, zeg. Maar dat is geen ijskast, hè. Dat is een vetkast. Ik heb ook wel een beetje een hoer. We gaan een snacksje pakken, een bitterbal. Nee, maar Suzanneke, dat is niet juist het probleem. Wat jij hebt, hè, dat is geen kleine honger, dat is goesting. In Afrika hebben ze honger. Verschrikkelijk. Een beetje. Zo word ik natuurlijk te... Dat gaat direct over. Hier, altijd iets van. Voilà, ik heb alles wat jullie eten zo eens een keertje in een blender gedaan. Hè? En dan kunnen jullie zien hoe dat het eruit ziet in uw maag. Hè? Wil je daar nu eens controle van? Ja. Ja? Ja? Ja, dus lekker, maar er ontbreekt precies nog iets aan. Ik zou er een eigen rinnetje erin doen, dat is mocht dat wat zeuten. Zie maar toch die blender halen. Suzanneke, nu moet ik toch eens goed naar mij luisteren. Je hebt echt een probleem. Ja, welk? Jij bent niet gelukkig. Jij kunt niet gelukkig zijn. En weet je waarom? Omdat er geen witte melkwijs niet meer gemaakt worden. Nee, dat is het niet. Omdat Jan van Rompuy niet meer op de televisie komt. Omdat jij zwaarlijvig bent. Jij hebt overgewicht. Jij bent dik. En dikke mensen die hebben geen energie. Dikke mensen die verzorgen hun lichaam niet. Ga je dit tegen dikke mensen of wat? We zouden niet durven. Straks serveren we nog het neusje van de zalm. Met de top 4 van de lekkerste stukken. Huizentruid leerde zijn volk koken. En dat wordt beloond met een plaats net buiten de top 3. De West-Vlaamse kookgoeroe roerde in de potjes van heel wat hulpeloze Vlaamse huisvrouwen. Zo was hij een hele tijd geleden ergens in de buurt van Antwerpen. Hallo? Kelly? Ja,
Hallo, dag, je zo wees Piet. Amai, je bent wel een beetje vroeg, hè, want ik was nog heel even bezig met de wc te ontstoppen. Want ze net die kant er wel eens iets van maken, hè. Ja, ja. Oké. Okay. Kellytje, je hebt een mailtje gestuurd naar SOS Piet, mm-hmm, omdat je een probleem hebt met je hakbal. Welk? Ja, hakbal. Ja. SOS Piet, ik versta je niet zo goed, want jij spreekt wel een heel raar soort Vlaams, hè? Oh ja, dus je schrijft dat je een probleem hebt met je bolletjes, dat we zeggen. Ah, met de bolletjes? Ja, 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 mijn bolletjes die durven al eens mislukken, hè. Ja. Dan gaan we samen een keer kijken naar je mislukte bolletjes. Oké, okay, dat is goed. Kom maar binnen, SOS Piet. Voilà, kom hier binnen. Zo. Oh, 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 hoog glas. Kom binnen, SOS Piet. Oei, 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 oei. Momo, Kelly. Tok. Wat een zwart geblakerde gedrochtjes. Kijk, van buiten is dat keihard. En van binnen, kijk, dat is nog volledig rauw. Ja, maar dat is wel niet het enigste, hè. Piet, je moet eens kijken wat je daar nog mee kunt doen. Ja. Oké. Kelly, ik stel voor dat je aan mij een keer toont hoe dat je die bouletten maakt. Ik ga kijken en zeggen als je wat verkeerd doet. Oké. Hoe begin je? Ik doe het gehakt in de pot. Voilà. En dan neem ik wat zout en peper en dat doe ik erin. Oh, stop. Oké. Wat dat je nodig hebt voor dat gehakt te kruiden, mijn geheim wapen. Kijk. Piet's bouletkruiden. Hier, je mag dat hebben, hè? Dank u, zo is Piet. Voilà. Maar kijk, die meneer op dat potje, die krijgt kaart op u. Wist je dat? Dus we gaan die kruiden, ja, bij de haak doen. Oké, okay, ja. Voilà. Mm. Zo. En dan ga ik het mengen, hè. Wat ga je doen, Kelly? Ah, ik ga mijn handschoenen aan doen, want ik vind niet dat je met je blote handen in dat haak moet gaan. Dat vind ik niet eens, hè. Allee. Stop. Gehakt gaan we nooit, mm-hmm, nooit mengen met toilethandschoenen. Dat doen we met de blote handen. Waarom? Gehakt, dat is organisch. En met je handen daarin zitten, sensueel. Kelly en Piet er een potje van maken, gaan wij over tot de top 3. Daar vinden we Firmin Kret. Hoewel boksers doorgaans geen klop doen in de keuken, bleek Firmin creatief om te springen met eten. Aan reporter Paul Schampers leest Firmin voor uit de menukaart van zijn bokstaverne. Hier bijvoorbeeld boksballen en de tomatensaus. Club monsieur. Perenrips. En dingen ook, ik, stoemp. Een worst. Dat is lekker, hè? Firmin mocht zijn creativiteit verder botvieren in zijn eigen kookprogramma. Hallo. Vol echte Vlaamse kost. Goedenavond, beste pottenkijkers. Vandaag maken we een traditioneel gerecht klaar uit de Vlaamse keuken. Tonijn met pruimen. Heel makkelijk te bereiden en ook heel lekker. Je neemt eerst een schotel konijn met pruimen. Je smijt het konijn weg. En je vervangt het overeerlijke verse tonijn. En nu smullen maar. Ook de Italiaanse keuken moest eraan geloven. Hoe kunnen jullie weten of dat je goede spaghetti gemaakt hebt? Dat is heel gemakkelijk. Als dat tegen de muur blijft hangen, dan is het goeie. En nu alleen de saus nog.
laat toch wel lekker zijn, hè? Maar deze tomatensoep met balletjes deed hem de das om. Zeg, nu genoeg smaak. Ga er een klein beetje peper bij. Ga dat een beetje peperen en dat dat zo'n beetje beter smaakt, hè? Hallo, hola. Ik heb mijn kravat in de soep gedraaid. Oh. Ja, het moet proper zijn, hè? Want het is zondag, hè? En als je geen wasmachine hebt, dan moet je dingen, hè? Dan moet je uw plant trekken, hè? Want dat doof ben als ik mijn pasta ongewassen heb. En als je geen drooggassen hebt. Je moet ook een plan trekken, hè? Mijn kravat is elkaar volledig gereed. Moet hem nu alleen nog een klein beetje strijken. En strijkijzer, dat heb ik, hè? Anders moest ik maar een plan trekken, hè? Je moet toch proper zijn, hè? Dat is tenslotte toch zondag verriet, hè? Omdat de soep intussen al lang koud is, snel naar plaats 2. De man zonder benen, maar met een extra maag, Sylvain van Genechten. Zijn vraatzucht is berucht tot in Italië. Ja, vergeet die vrienden. Merdouli. Het vet is er uit het zuiden op uw broer. Sylvain zet zijn leven op het spel voor een kleintje met mayonaise. Hij neemt het zelfs op tegen Amerikaanse gangsters. In Belgium, they put fucking mayonnaise on their fucking fries. Mayonnaise? Shit. Mayonnaise on the frites, yes. But we have also béarnaise, tartare and sauce américain. What? Yes. Zelfs Amerikaan. Alleen zeg, dat verschiet ik van dat gehoor dat ik kent. En dan is er ook nog dingen. Stoofvleessaus en cocktailsaus. En warme curry of pickles. But in Holland, they have pindasaus. En dat looks a little bit like dingen. Like diarree. Yeah. Tell him to shut the fuck up. En met de frietjes kun je eten een cervela of een frikandel speciaal. Shut the fuck up! Hé, laba, moet je niet roepen tegen nou, mensen, hè? Shit! Je bent pas gefrieten of vlaardig geschoten. Als hij kon, had Sylvain zelfs zijn eigen maag aan flarden. Als het op eten aankomt, neemt hij geen blad voor de mond. Madame, en hij varkenspoten? Ja, meneer. Dat is moeilijk om mee te lopen, denk ik. Voor deze krasse knar is eten een haast religieuze ervaring. De lekkerste stukken uit Chris & Co. zijn al achter de kiezen. Op één na. Wij serveren u het meest legendarische culinaire televisiemoment van de voorbije jaren. Le plat de résistance. Wie verdient de gouden medaille? Op één. Het onsterfelijke duo Mimi Smit en Piet Huizentruid. Met hen achter het fornuis is het altijd lekker thuis. Smakelijk. Vandaag staat er Provençaalse kip op het menu op de wijze van mijn grootmoeder. Hé, hey, dat is ook toevallig. Ik had ook een grootmoeder. Is het waar, Mimi? Oh, wel, dat is goed voor jouw weekend. Goed. Piet, wat hebben we allemaal nodig voor kip op zijn Provençaals? Peterselie? Nee, Mimi, geen peterselie. Wel, we beginnen met heerlijke
tomaten, volrijpe paprika's, look, ajuin en natuurlijk aardappel. Patatjes, dat we zeggen. Ja, Mimi, patatjes, dat zijn ze daar ook tegen. Ja. We gebruiken natuurlijk ook een malse maïskip. Voilà, je moet ik voelen, Mimi, hoe mals dat is. Ja, maar ik geloof je, Piet. Ja, maar ja, je moet dat voelen, zelf voelen. Kijk, mals, Mimi. Voilà. Goed, ik stel voor dat we er maar onmiddellijk aan beginnen. Zo, staat het vuur al aan, Piet? Nee, Mimi, nog niet. Vervolgens gooien we de paprika's in het water. Om ze te reinigen, Piet? Nee, Mimi, om ze te koken. Wat dat we dan doen, dat is de kip in stukken hakken. Geef me een keer het scherpste vleesmes dat je in huis hebt, Mimi. Alsjeblieft, Piet. Dus, nu hakken we als het ware de kip in stukken. Een levende kip? Ja, jij moet geen schrik hebben, Mimietje. Ik ga deze kip pakken, ja? Voilà. Oh, Piet, mijn jasje. Dat is een leuk motiefje, Mimi. Wil jij ondertussen de ajuintjes al snijden? Met de kitchen boy, Piet. Die is altijd supersnel en bewaart het aroma van de ui. Doe het maar met een gewoon mesje, Mimi. Dat gaat veel sneller en hij dacht eraf veel minder afwas. Hm? Voilà. Zo, de ajuintjes zijn gesneden, Piet. Is er nog iets wat ik kan doen? Ik weet het niet, misschien peterselie snijden of zo? Nee, Mimi, bedankt. Vanaf nu kan ik het alleen wel verder af. Hier er trouwens beelden uit vandaag. Mimi, weet je dat? Dankjewel, Piet. Ik zal misschien alvast de wijn openmaken. Kijk, voilà. Het is een vers kippetje, hè? Een vers. Hè? Kijk, als je ze zo bij haar vel kunt pakken en je kunt ze zo oppakken, dat is het bewijs dat, ze dus, dat het een verse kip is. Het is echt... Och, Piet, ik wist echt niet dat die kurk er zo vast op zat. De aardappeltjes kunnen in de microgolfoven. Dan zijn ze dus in een paar minuten klaar. En de kip gaat op het vuur. Mimi, kun je dat voor mij doen? De kip? Voilà. Weet het vuur staan, hè? Natuurlijk, Piet. Voilà. Ik hoor daar een belletje rinkelen. Zouden dat de patatjes kunnen zijn die al klaar zijn, Piet? Zou je misschien even kunnen gaan kijken, Mimi? Natuurlijk, Piet. Ik kan niet zien of ze al gaar zijn, Piet. Ik zal eens kijken, Mimi. Je legt dus de stukken kip in de saus, Piet. Misschien nog even mengen met de kitchen boy en wat peterselie aan toevoegen. Nee, Mimi, dat is echt niet nodig. Je kunt misschien de borden pakken als je wilt. Oké, Piet. Alsjeblieft, ja, Piet. Dank u, Mimi. Ha! Ja, de borden zijn wel heel erg warm, hè, Piet? Zo. Onze Provençaalse kip is klaar om geserveerd te worden. Ik vind dat er toch wat peterselie op moet, Piet. Oké, Mimi, dat is heel goed. Maar je moet hem dan wel fijn snijden met de kitchen boy. Meen je dat? Zal ik hem ondertussen gaan halen. Voilà. Alsjeblieft, Mimi. Dank je, Piet. Zo, dit was Lekker Thuis. Wij gaan hier lekkere Provençaalse kip eten. En morgen zijn we er hopelijk terug. Zo is dat, Mimi. En morgen maak ik wildgebraad met jagersaus op de wijze van mijn grootvader. Dus dat belooft. Oh.